Nou, dat zijn mijn vader, mijn zus en mijn zwager. En waarom zijn die hier? Voor de opening. Johan, wat gebeurt hier allemaal? Nou, ik ga Johan's Car Wash opening. Johan's Car Wash? Ja. Johan woont op woonvoorziening De Dijk en werkte een tijd bij een wasstraat voor vrachtwagens. Maar door de corona kon hij daar niet meer werken. Best een teleurstelling toch, Johan? Ik denk bij mezelf van, ja, ik ga niet bij de bakken neerzetten. Dus dat wil ik niet. Zo ben je niet. Nee, zo ben ik niet. Hé, maar Johan, een car wash, wat is dat precies? Dat is zoiets van auto's wassen. Heb je iets met de auto's? Ja. Wat dan? Ja, dat is gewoon een kick voor mij. Je kan hem opdraaien, Johan. Je doet het ook niet alleen, hè? Nee, ik krijg nog twee anderen. Dat is Ben en dat is Danny Baron. Ben, daar staat Johan's Car Wash op je t-shirt. Ja, vind ik leuk. Ga je meedoen? Ik ga meedoen, ja. Ik vond het een leuk idee voor Johan dat hij een derde man erbij zou krijgen. En toen had ik mij als derde man gezegd dat ik erbij wilde komen. En dat vond Johan heel leuk. Wat is er nou zo leuk aan auto's wassen? Ik vind het leuk werk. Wat is er zo mooi aan? Schoonmaken, binnen en buiten. Vind ik leuk. Wat ga je allemaal doen met die auto's die hier komen? Matten uitkloppen, stofzuigen. En daarna gaan wij het dus afspoelen. Dan pakken we een fles erbij. Wat zit daarin? Dat is shampoo. Dat doe je op de hoge drukspuit. Dan gaan we dus over de auto. En dan gaan we hem insoppen. Een echte car wash? Ja. Wanneer is een auto voor jou echt schoon? Als er geen kruimel meer te zien is. Als hij schoon is. Dat is het, hè? Dat is het, ja. En moet hij ook mooi glimmen? Ja, mooi glimmen, ja. Er staan hier allemaal auto's buiten in het parkeerterrein. Ja. Van medewerkers. Ja. Ga je die ook wassen? Als het hun zegt van wil je mijn auto wassen, dan zeg ik nou zet het maar neer. Dan gaan we er dan wassen. Aan de slag. Aan de slag. Ja, wat een hele spannende dag. Hoe is dat? Heerlijk, heerlijk. Ja, zoals ik al zei tegen je, Jan-Willem, ik ga niet bij de bakken neerzitten.